Oeh, die man die crashte bijna gewoon weer. Holy shit! Wat? Oké. Okay. Dat was de intense smeerloop. Oh nee! Oh nee! Nee! Yo mensen, welkom bij Operations. Welkom bij een nieuwe aflevering van Online Stunt Races met kijkertjes. Dat betekent dat jij daar achter je beeldschermpje mee kan doen als jij een Xbox One ter beschikking hebt. Maar moet me ook eventjes volgen op Twitter, want anders weet je helemaal niet hoe laat ik ga opnemen. Goed, vandaag is het tijd voor nieuwe Stunt Races. De vorige aflevering hadden we Tiny Racers gedaan. Als vandaag de eerste twee jobs heel snel gaan, dan gaan we dat vandaag ook nog doen. Maar dan zien we vanzelf. In ieder geval ga ik nu mijn playlist starten. En wat minder snel praten, want ik praat mijn mond voorbij. En dat is irritant. Ik heb de helft van de tijd niet eens door wat ik zeg. Nou, rustig praten, man. Jezus, alsof ik bepaalde pilletjes heb gebruikt of zo. Niet dat ik dat ooit gedaan heb en weet hoe dat voelt, maar ze zeggen het, hè. Dus dat zal het wel waar zijn. Ik heb zojuist net een nieuwe playlist aangemaakt. Die heet Want, hoe moet je het anders noemen? De leuke playlist waarin wij met kijkers samen leuke races gaan doen. Nee, dat ga ik niet typen. Weet je hoeveel moeite dat kost op mijn Xbox controllertje? Te veel inderdaad. Kan hem ook gewoon E noemen en niemand interesseert het. Goed, we beginnen met de Cut Race. Speciaal gemaakt door een kijker. Naar aanleiding van deze video. Het is echt de beste race ooit. Kevin en ik gaan hem doen. Ken die de race wint met de challenge. Zo simpel is het. Cut Race. Het is gewoon de Cut Race is dit. Het is niet gewoon een Cut Race. Nee, dit is gewoon de Kutrace. Oh, wacht, die kunnen kapot. God, voor ja. Race door, joh. Toen had ik zelf een race gemaakt die heette de Kutrace. En nu heeft hij eentje gemaakt die heet ook de Kutrace. Dus, er zijn maar 4 mensen die mee kunnen doen. Dus ik moet weer een paar mensen teleurstellen, maar dat heeft helemaal niet. En dan wordt het Bokkie Sven of Poepa. We gaan het zien. Het wordt een strijd. Een nek-en-nek race voor de laatste invite voor deze job. Want blijkbaar kunnen er maar maximaal 4 mensen meedoen. Dus is er maar 1 plekje over. En het wordt Poepa, die sneller op zijn invite heeft geklikt. Dames en heren, de Kutrace. Ik ben benieuwd. Ik zat van pole position, dus ik word er als eerste afgereden. Yay! Oh, dan is het echt een kut race. Oké. 3, 2, 1. Gassen op dat pedaal! Daar gaat hij alweer, hoor. Oh! Oh! Hoi! Oh, ik ga hier af! Nee, man! Dat doe ik gewoon helemaal zelf. En ik ben er trots op ook. Wie heeft deze race ook alweer gemaakt, joh? Kijk, ze gaan. Ze zijn gek. Zo, hallo, nee, hè. Oh my god. Heel langzaam. Langzaam, langzaam, langzaam. Go! Dit is te langzaam! Mom! Dit moet snel genoeg zijn. Is dit zo? Ja, ja. Oh, net hè. Dit is een coole bochtjes, dit vind ik nice. Dat is Poepa. Hallo. Is hij gecrashed of wou die me opwachten? Maar dat is de man die mij opwachtte, waardoor we wonnen die ene wedstrijd. Hij heeft wel wat swagpunten gescoord, hoor. Als je... Wow, hallo, zeg. Oké, het is inderdaad een stuntrace. Als jij je afvraagt, wat zijn swagpunten? Nou, beste kijker, ik heb namelijk ook geen idee. Ik heb het net verzonnen. Weet ik veel, man. Ja, lekker, jongens. Talentje. Jongen, jongen, jongen. Kijken of dat we dit kunnen. Ik hoop het wel. Oh, ja, jongen. Hotsakee. Hoppakee. Soepel! Dat doe ik ook altijd met mijn auto. Doe dit thuis na, dames en heren. Ik zou niet meer weten hoe je dit thuis überhaupt na zou kunnen doen. Maar dat geeft niet. Oh, een wallride omhoog. Wat is dit nou weer? Dit is fucking moeilijk. Ja! Nee, man. Je moet hier skills voor hebben. Ik stop. Ja, hoog blijven, hoog. Niet te hoog, dat crash je. Niet zo, niet uit tevoren, man. Ja, als ik het uit tevoren had gekund, dan... Dan was dit een viral video geworden. Laag dan. Laag. Laag. Ja. 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 Oh shit. Oh shit. Oh shit. Nee. 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 Stop. 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 Ja. We did it. Dora zou trots zijn op ons, hè. Die is heel blij altijd als iets lukt. Of zo. Ik weet niet wat dat in één keer vandaan kwam. Maar dat was echt het eerste waar ik aan dacht. Had ik de checkpoint. Ik hoop het wel. Anders ben ik nu compleet kapot. Ja, ik had hem. Zo, die man heeft echt zijn best hierop gedaan. En volgens mij zijn er nog 2 laps ook. Wow. Space it to the max, man. Wow. Wow. Hoe kan ik nou lekker gaan racen als ik gewoon compleet onder de indruk moet zijn? Ik ben helemaal in trance bijna. Wow. Nee. Ik ga deze checkpoint even achteruit halen. Oh, oké. Okay. Dan lig ik op dit moment tweede, maar dat zegt natuurlijk helemaal niks, want deze race is zo lang. En weet je, hij heet namelijk Kutrace. Maar zo zou ik het niet willen beschrijven, want die man die deze gemaakt heeft, heeft hier pittig zijn best op gedaan. En dat verdient een applausje van jullie. Niet van mij. Dan rij ik hier van mijn muur af. En dan zie je zoals dit. En dan raak ik helemaal in paniek. En dan moet ik allemaal geschreeuwen en zo. En dan vind ik het buur allemaal niet leuk. Want dan zeg ik dan van, probeer een beetje te slapen. Ook al is het achter s'avonds. Wie slaapt er om achter s'avonds? Geen idee. Ik niet in ieder geval, want ik ben nu aan het opnemen. Joh, dat is nogal logisch, ja. Ik zie geen zak, joh. Oh my god.
man, wat zuur. Wacht, ik ga hem gewoon cheaten. Hoppa. Gedrekt spel. Oh mijn god, ik ga even een andere doen. Ik heb echt respect voor een man die dit gemaakt heeft, maar voor de opnames moeten we zo eventjes een vraag maken. 180 uur, 45 laadschermen en een hoop frustratie later. Hey Jeffrey, nieuwe deelnemer aan de volgende race, de trollrace. Heel veel mensen zeiden het in de comments van, joh, als je moet trollraces gaan doen, dus dan ga ik toch gewoon trollraces doen. Geen idee wat het inhoudt, maar jullie vinden het leuk, dus het zal leuk zijn. Ja, trouwens, dat zal nog moeten blijken, maar let's do this, dames en heren. Wow, 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 het begint al bij de start. Het regent op ontploffende tonnetjes of zo. Oh, start hij tegen de muur? Achteruit! Oh, ik kan er doorheen! Weet ik veel? Ik heb het verpest. Oké, we volgen gewoon allemaal dezelfde man. Of dit een goed idee is, dat moet ook blijken. Of die man heeft het vaker gedaan. Waar? Daar. Ja, denk ik dan. Oh nee, die crashen. Oh, natuurlijk crashen we wel. Jammer dat het donker is. Dat had ik echt anders moeten instellen. Oké, we gaan hierin. Ik denk dat hun weten wat de goede buihuis is. Zo niet. Is dat pittig jammer. Oeh, die man die crasht er bijna gewoon weer. Holy shit. Wat? Oké. Kom maar terug, dames en heren. We gaan door. Want ik zie daar een checkpointje. Bloep. Let's go. Oh nee. Oh nee. Ik lig wel eerst, maar. What the fuck? Lekker zwemmen. Daar zijn auto's niet voor bedoeld. Ja, zeg maar, auto's die rijden op water. Maar dat bedoelen ze niet mee dat hij echt op water kan rijden. Dat bedoelen ze zeg maar mee dat er water in de tank gaat, waardoor hij vooruit gaat. Oké, we moeten een andere manier vinden. Ik ga de andere manier vinden en ik ga het lekker niet vertellen tegen de andere. Ik zou ook niet weten hoe ik dat zou moeten vertellen tegen de andere. Maar goed, dan even. Oh, een brug. Oh, ik dacht dat ik erop reed. Yeah, let's do this. Lichtjes uit, dan zien ze me niet. Dat was de intense smeerlap. Oh nee! Oh nee! Nee! Shit! Was dit de manier? Ik weet het niet. Oh nee! Vandaar dat het ook donker is. Misschien was dit wel niet de weg. Dan moet je via de andere kant. En stond er gewoon een obstakel waar je niet door kon. Maar ik weet het niet. Ik heb het in ieder geval verpest. Maar ik hoop dat die andere het ook niet ziet. Ik moet hier remmen. Holy shit, dat ging net goed hè. Nou weet ik waarom het een trollrace is. Dit is grappig. Oh nee, nee. Hoi, doei. Hij heeft me niet eraf gereden. Dat is mooi. Het is een onzichtbare muur. Oh nee, het is de verkeerde kant. Oh nee, oh shit, nou dit is het niet. Andere kant. Verdorie, ik had meteen die kant moeten checken. Hier toch? Nee, wat? Hier. What the fuck man, wat is dit? Ik snap er het ballen niet van. Wacht. Oké. Fix dit, denk ik. Als er nu onzichtbare muren komen, dan word ik heel erg zout. Oh, er zijn al mensen hierheen, joh. In ieder geval één iemand, maar yeah. We komen ergens. Oh nee, iemand anders ook. Hij is me gewoon gevolgd. Dat is Poepa. Zo, dit zijn veel checkpoints. Is dit nou nodig? Ik vertrouw helemaal. Oh, what the? What the? What the? Oh shit. Ik word verrast waar ik bij sta, joh. Oké, dat is het. Nee! Oké, chill. Fix dit. Wat? Oh, het volgende checkpoint is daar, joh. Oh, wauw. Hoe kom je daar dan? Naar nou, afvallen. Oké. Het is echt zo'n soort parcours map. Alleen dan gewoon, ja, mijn autootjes. Op hoop van zegen. Op hoop van zegen. Ja, hoor. Come on. Landen. Ik bedoel landen. What the fuck is landen? Oh, shit. Kan er nooit komen. En nu? Am I fucked nu? I think I'm fucked nu. Let's do this. Ja. Ik doe het. Yeah! Nice. Oké, niet rechtdoor. Dat kan gewoon niet goed gaan. Moet hier langs. Oké, lekker Jos. Oh, top dit. Wow, doe het. Oh. Wauw. Ja, oeh, de finish. De finish. Waar is de finish? Nee, Jeffrey mag niet eerder finishen. Waar is überhaupt de finish? Oh my god, dames en heren. Ze hebben hem gewoon verstopt, toch? Oké, hoeveel in de finish nog? Nee, Jeffrey is gefinished. Nee. Poepa. Nee. Hoe dan? Hieronder. Oké, hieronder. Denk ik. Ja, oh, hieronder, joh. Oh shit. Oh nee. Oh nee. Hij zit hieronder. Maar even kijken waar hij zit. Oh shit. Hey, Blubber Bunyan. Hallo. Wij kunnen niet meer winnen. I think I fucked up now. Jongens. Help. Jongens. Oh. Oh nee. Poepa is ook gewoon gefinished. Ik kon ook finishen. Ik heb er nog 30 seconden voor. Oké, let's go. Oh, het is daar, joh. Oh, het is net over het randje. Oh, man. Dat is moeilijk. Concentratie. Oh. Fuck de concentratie. We zijn klaar. Maar even kijken. Vond je een leuke video? Druk dan op het duimpje omhoog. Wil je meedoen? Volg me op Twitter. Het staat hier in beeld. Tot de volgende keer. Later.